Nietje Nanam, Shiva Meijer hier en vandaag met een video over oplossingen en problemen. Want waar je de oplossing zoekt, dat heeft alles te maken met hoe je je probleem definieert. En wat bedoel ik daarmee? Nou, stel je woont in een huis en je voelt je eigenlijk daar helemaal niet zo lekker meer en je denkt op een gegeven moment van, nou oké, laat ik eens op zoek gaan naar een nieuw huis. Nou, je kijkt dus overal rond, je vindt op een gegeven moment wat leuks, je verkoopt je oude huis, koopt een nieuw huis, je moved in, je verhuist en na een tijdje denk je van, hey, ik heb nu wel een nieuw huis, maar eigenlijk voel ik me nog steeds niet heel lekker. Nou, dan kan je dat trucje, hetzelfde trucje nog een keer uithalen en als het dan nog steeds blijft, dan moet je op een gegeven moment eens even terug en denken van waarom, wat heb ik nou eigenlijk oorspronkelijk als probleem gedefinieerd? En hoe kwam ik dan tot de conclusie dat het huis niet goed was? Kan bijvoorbeeld zijn dat je in zo'n situatie erachter komt van eigenlijk heb ik een maagprobleem, waardoor ik me niet zo heel erg lekker voel. En niet lekker in mijn vel zit ook en me steeds irriteer aan mijn huis. Dan moet je niet verhuizen, maar dan moet je misschien naar de dokter. En met de behandeling of juist de medicijnen van dat maagprobleem afkomen, waardoor je je weer beter voelt. En de truc in dit soort dingen is dat we doen dat heel veel. We kijken heel veel om ons heen. Onze oriëntatie, onze focus ligt heel veel op het leven om ons heen en al de dingen die daarin gaande zijn. En daarom zijn we ook heel erg snel geneigd om, als we ons niet lekker voelen op de een of andere manier, te denken dat dat aan iets in ons leven buiten ons ligt. Dus dan gaan we van huis veranderen, van partner veranderen, van baan veranderen of kopen we nieuwe kleren. We doen van alles om dan ons weer beter te voelen, terwijl eigenlijk van alle problemen die we ervaren ligt 90% de oorzaak in onszelf. En die andere 10% die bestaat niet. Dus het is heel zinnig als je nog niet een oplossing hebt gevonden voor waar jij mee zit, om dan eens naar binnen te kijken en in jezelf te kijken van hoe kijk ik eigenlijk hier tegen de hele situatie en mezelf in die situatie aan? En wat kan ik daarin veranderen? Want als je iets verandert in het verhaal wat je hebt over jezelf, het verhaal wat je hebt over de situatie, dan verandert de hele beleving van die situatie ook. En 9 van de 10 keer vind je daar de echte oplossing voor het probleem. Dus om je daar nog eens een voorbeeld van te geven. Kijk, het kan natuurlijk zijn dat je denkt van, nou, ik wil een upgrade maken van mijn huis. Dan is er niks mis met een ander huis kopen. Of je wil graag op een andere plek wonen. Nou, dan is er niks mis mee om je huis op de huidige plek in te ruilen voor een huis op een andere plek. Maar zodra je je niet lekker voelt bij je huis, dan is er altijd iets in jezelf, in je eigen verhaal over jezelf en dat huis, wat je eerst kan veranderen om je weer lekker te voelen. Wil je daarna nog steeds van huis veranderen, dan kun je dat altijd doen. Maar niet om de reden omdat je je niet lekker voelt in dat huis. En dat geldt ook bij een partner. Je kunt je van partner verruilen als die partner niet precies doet wat jij wil. Of als je je niet lekker voelt in je relatie. Maar 9 van de 10 keer omdat jij zelf en je kijk op een relatie en je kijk op jezelf meegaat naar de volgende relatie, neem je ook het probleem mee. Dus het beste wat je kan doen is eerst eens even naar binnen te kijken van waar ligt dat nou precies aan? Wat in mijn verhaal maakt dat ik me niet lekker voel? Want als je dat verandert, dan verandert ook je hele beleving van die relatie. Verandert ook die hele beleving van je werk, je huis, whatever het is. En hoe kan je dat nou doen? Nou, als je bijvoorbeeld in geval van een relatie denkt van, nou, elke keer raak ik heel erg geïrriteerd op het moment dat iemand zegt wat ik moet doen. Nou, dan kun je tegen iemand anders zeggen van, hé, je moet niet meer zeggen dat ik wat ik moet doen in mijn leven. Maar dat is eigenlijk het probleem alleen maar onderdrukken.
Waar de werkelijke oplossing zit, is om in jezelf te kijken en te kijken van waarom raak ik nou zo geïrriteerd op het moment dat iemand zegt dat ik wat ik moet doen. Ja, dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je zelf eigenlijk geen idee hebt. En gewoon dieper, als je dieper naar binnen kijkt, erachter komt van eigenlijk komt die irritatie vandaan uit dat ik zelf niet goed weet wat ik wil. He, op het moment dat je niet weet wat je wil met je leven, dan kan je dat zeker als een probleem ervaren. En dan is dus de juiste oplossing om er eens over na te denken en je bewust te worden van wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik van het leven? Waarom ben ik hier? Wat wil ik ervan maken? En op het moment dat zul je ook zien dat als je daar de oplossing hebt gevonden, je hebt helder op een gegeven moment van nou, ik wil dit, dan is ook die hele irritatie weg op het moment dat iemand anders jou vertelt wat je moet doen. Hè? Als je naar binnen kijkt, je kunt ook uitvinden dan dat je eigenlijk altijd geïrriteerd raakt in een relatie wanneer iemand zegt tegen jou wat je moet doen, omdat je de ervaring hebt dat je moeder dat altijd deed. En je had het gevoel zelf als klein kind van nou, ik weet prima wat ik wil en ik heb al iets om te doen. En dan kom jij er bijna en dan moet ik opeens iets anders doen en dat wil ik niet. Nou, dan is het zaak om alsnog die situatie te helen. Want zo'n jeugdherinnering, het is nergens voor nodig om die je hele leven met je mee te blijven slepen. Je kan op een gegeven moment eens even aandacht besteden aan die situatie. Ervoor kiezen van oké, ik wil deze herinnering wil ik helen. Want oplossingen vinden kun je niet alleen voor huidige situaties. Maar oplossingen vinden kun je ook voor dingen die je uit het verleden nog steeds meeneemt. In die zin, als je daar binnen in jezelf iets heelt, die irritatie wegneemt doordat je eigenlijk alle problemen komen voort op het moment dat je een bepaalde conclusie trekt over jezelf of over het leven, waarmee je het leven fixeert. Je maakt iets vaststaand, een conclusie, zo is het. En vanaf dan zit je eigenlijk vast aan die beslissing over hoe jezelf en de wereld in elkaar steekt. Want dat is niet iets vast, wat altijd hetzelfde is, dat is iets vloeibaars, iets wat stroomt, iets wat steeds ook weer verandert. Dus op het moment dat jij het fixeert, dan maak je dus in je hoofd een probleem wat er in de realiteit niet is, door die fixatie. Snap je wat ik bedoel? Doordat je het vastzet, zo van nou zo is het, zet je jezelf eigenlijk vast. Een stukje los van de realiteit. Want die realiteit die verandert steeds weer. Dus dat wil niet zeggen dat je niet een observatie kan maken van iets dat op dat moment gebeurt in jezelf of buiten jezelf. Dat kan. Maar op het moment dat je besluit, oh, ik ben ook altijd zus, of ik ben ook altijd zo, of die ander, mijn partner, die doet altijd zus of altijd zo. Hè, dat zijn onterechte generalisaties, dan maak je iets heel groots en vervolgens zit je daar zelf vast aan. Dus als je dan teruggaat en zelfs naar zo'n voorbeeld als wat ik gaf, hè, dat je geïrriteerd raakt als klein kind als je moeder je vertelt wat je moet doen omdat jij iets anders wil doen, dan kun je die weerstand zien, die weerstand kun je helen, gewoon met je bewustzijn, want je bewustzijn is energie. Dus op het moment dat je zegt tegen zo'n situatie, oh, ik zie je, nou, ik heel je, je bent niet meer nodig, ik ga je niet meer continu meenemen naar volgende situaties. Hè. En als daar heel veel pijn bij komt kijken en je voelt van, oh, een hele hoop emotie, doorleef die emotie dan gewoon even. Er is niks mis mee, die heb je toen vastgezet in je systeem met die conclusie. Nou, het kan best zijn dat je die nog even eruit moet laten. Maar wees heel helder, als die emotie maar tijdenlang bij je blijft, dan heb je gewoon die conclusie nog niet losgelaten. Want die emotie zit alleen maar vast aan die conclusie. Als je die conclusie loslaat en zegt van nou, die is overbodig. Ik zie nu van oké, er was maar één manier om de situatie te bekijken. Er zijn heel veel manieren en die kunnen door de tijd heen ook steeds weer veranderen. Naarmate ik meer kennis opdoe en wijzer word en situatie anders gaan zien. En je maakt dat wat je hebt vastgezet weer stromend.
dan blijft die emotie ook nooit lang. He, dat is misschien dan een paar minuten even van dat doorleven en dat eruit laten. Nou, dan ga je gewoon weer iets anders doen en je zult zien dat daarmee het probleem is opgelost. He, wij denken vaak dat problemen enorm complex zijn, omdat we al zoveel hebben geprobeerd en we zijn er nog steeds niet vanaf. Nou, de werkelijkheid is dat problemen over het algemeen heel simpel zijn. De oplossingen zijn ook heel simpel. Maar je moet gewoon net even goed weten waar je ze moet zoeken. En dat heeft dus alles te maken met wat het probleem is. Dus kijken in jezelf, weten, de problemen zitten eigenlijk van binnen, niet buiten mezelf. Dat helpt al bij de juiste oplossingen vinden. En dan is vervolgens zo'n oplossing toepassen ook nog eens veel makkelijker dan je denkt. Dus zelfs het idee dat problemen en oplossingen heel moeilijk zijn, is zo'n fixatie van de werkelijkheid. Eigenlijk is het heel simpel en kan je dat vrij snel doen, zolang je maar weet van, even voelt van binnen, oh hier zit de pijn, hier zit iets vast, hier zit de irritatie. En net zoals bij je maag, als je een maagprobleem hebt, dan voel je dat letterlijk waar het zit in je lijf, van oké, oh hier zit dus iets mis. En daardoor voel ik me niet lekker. Nou, dat kun je dus gewoon lokaliseren in jezelf en dan zijn de oplossingen daarvoor ook veel makkelijker voorhanden. En als je nou nog veel meer wil weten over allerlei life solutions, oplossingen voor dingen die we dagelijks tegenkomen in het leven, dan is His Divine Holiness Sri Paramahamsa Nityananda een verlichte meester en een hele zeldzame incarnatie uit India, die je alles leert en al meer dan 4500 uur aan YouTube-video's heeft gemaakt om met allerlei life solutions voor allerlei situaties. Dus dan kun je je daar nog eens verder in verdiepen. En als je dat graag in het Nederlands wil volgen, word dan lid van mijn kanaal, want ik deel nog veel meer van dit soort dingen in het Nederlands, waardoor het misschien wat makkelijker, kun je dat als opstap gebruiken. Dus word ook vooral lid van mijn kanaal, dan hoor je het als er weer nieuwe video's online zijn. Nou, dankjewel voor het kijken. Deel ook vooral je ervaringen. Kom met me in contact via Facebook en Instagram. De contactgegevens staan hier onder de video. En dan zie ik je graag in de volgende. Nityananda!